De Occupy-beweging heeft in de westerse wereld een nieuw actiemodel gebracht. Het is geen demonstratie met duidelijke eisen, geen programma voor een beter systeem. Het is een afwijzing. Het is een luid en duidelijk nee. Occupy is een verbond van mensen die heel verschillend denken, maar wel allemaal paal en perk willen stellen aan verwerpelijke praktijken. Paal en perk stellen aan een hele bedrijfstak, aan de financiële sector van onze economie. Het is nee zeggen tegen deze sector. Maar kunnen we die sector missen? Waartegen zeggen we precies nee? Waarom is die grens bereikt en wat is er eigenlijk veranderd? We hebben geen vertrouwen meer, maar op grond waarvan hadden we eerst dan wel vertrouwen? En wanneer kun je met recht vertrouwen hebben? Aan welke voorwaarden moet dat financiële systeem voldoen? Wat kun je ervan verwachten? We proberen vanuit de wordingsgeschiedenis van geld en markten die vraag te beantwoorden. Het gaat er dus om duidelijk te krijgen wat de oorspronkelijke functie van geld is en ook wat de oorspronkelijke functie van de handel in geld is. Het gebruik van geld heeft tal van voordelen. Maar misbruik ervan kan al die voordelen er niet doen. Geld is een middel om het goede van deze aarde te bemachtigen en dat toe te delen. Ik begin ermee het gebruik van geld af te zetten tegen andere middelen die dezelfde functie, een vergelijkbare functie hebben. En die in principe de hele mensheidsgeschiedenis naast elkaar een rol hebben gespeeld. In de eerste plaats is dat het beperken van de begeerte. Dat is iets wat in alle traditionele culturen wordt aanbevolen. Gij zult niet begeren. Zie af van wat je verlangt. Tweede optie is om gewoon in te pikken wat je hebben wilt. Gelukkig zijn er nog wat meer mogelijkheden. En hoeven we niet te kiezen tussen die twee. Niet te kiezen tussen of geweld of afzien van het goede. Ten eerste is er de zelfvoorziening in de huishoudens. Ten tweede is er een centrale organisatie waarbij een gezagsdrager zorgt voor de toedeling aan allen. Ten derde is de verplichting tot schenking. En als laatste is er de ruil en de handel. Samen vormen ze ook nu nog de vier domeinen van onze samenleving. Ik zal proberen te laten zien dat markten slechts kunnen functioneren als ze niet alleen maar hun eigen wetmatigheden volgen, wat dus neerkomt op het prijsmechanisme, maar als ook elementen van die andere drie toedelingsmechanismen, dat ze die ook in zich opnemen. Dat betekent ten eerste dat bedrijven als huishoudingen worden gezien, waarbinnen mensen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Ten tweede dat de markten zich onderwerpen aan centraal vastgestelde regels van de marktmeester. En ook ten derde dat de actoren op markten sociale verplichtingen ten opzichte van elkaar voelen. En dat ze eigenlijk proberen iets goeds aan te bieden. Dat zijn essentiële voorwaarden voor het functioneren van markt. En juist in de financiële sector luisteren deze voorwaarden het nauwst. En als actoren die voorwaarden veronachtzamen, als ze zich als een soort vrije jongens gedragen, dan dienen ze tot de orde te worden geroepen. Als het moet met harde handen.